Ennen kuin lopettelemme tämän maanantain, niin katsomme, minkälainen on huominen tiistai tällä PTV-kanavalla. Me aloitamme kello 18.25 ruotsinkielisellä ohjelmalla Sundom TV. Kello 19 Turtles, teinimutanttikilpikonnat, josta näemme jakson Kuumat kimonot. Kello 19.30 jatkuu australialainen draamasarja nimeltä Perijättäret. Kello 20 Vissi Novella Body, jossa vieraana Kirsi Syrjänen. Kello 20.30 piilokamera, jota isännöi tuttuun tapaan Dom DeLuis. Kello 21 tuulahdus Helsingin asioista ohjelmassa Betoniviidakko. Ja iltamme päättää kello 21.15 alkava amerikkalainen draamasarja Tavataan oikeudessa. Eli tällaista pataa huomenna tiistaina tällä PTV-kanavalla. Mutta tältä maanantain osalta kiitos seurasta ja hyvää yötä. Te overtuigen wat ik nog voor haar voel, schrijf ik mijn gevoelens op papier. Die haar, Honey, en de titel van het eerste gedicht, Gekwetste Gevoelens. Ik merk het aan je praten. Je had het liever niet. Dat ik het nog eens aan je zou vragen. Ik zie het aan je gezicht. Je durft me niet eens aan te kijken. Zo onzeker was jij van jezelf. Waar is jouw lieve lach gebleven? Honey, ik krijg het gevoel dat er geen liefde meer is. Wat is er met jou gebeurd? Waarom blijf je hangen in die sleur? Is er dan echt geen mens die jou gelukkig kan maken? Ik denk het wel. Je onderdrukt je gevoelens. Je wilt er niet aan toegeven. Jij wil jezelf niet meer blootgeven. Bang voor gekwetste gevoelens. Dat jij er weer alleen voor staat. Daar ging wat fout. De bedoeling was dat we zouden genieten van die prachtige klanken. Wat een wereldberoemd duo. Pas nog succesvol met Unchained Melody. Maar wij weer met die hele grote van The Righteous Brothers. Never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like grief falls in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby,